Een huismeester hoort alles, maar weet niks. Na 40 jaar bij de gemeente te hebben gewerkt, gaat Lood Koopmans uit Beringen met pensioen. Hij verzorgde al die jaren dat het de ambtenaren en bezoekers aan het gemeentehuis aan niets ontbrak. Nooit geen koffie, thee of water van Lot meer bij de raads- of commissievergadering. Deze week neemt hij afscheid. En dan moeten ze het zelf doen. Hè? Dit was mijn hobby, dit werk. Ik heb van mijn werk een hobby gemaakt, zo kun je het ook vertellen. Ja. Ik was metselaar en toen ben ik naar de buitendienst, vroegen ze metselaar stratenmaker. En daar ben ik toen aangenomen en na een jaar of 7 kreeg ik niet op de heupen, maar dan kreeg ik het aan de heupen. Dus toen moest er ander werk komen. En ik had een hele goede leermeester en dat was Piet Ebies, die heeft mij gezegd hoe je huismeester moest worden en dat is me goed gelukt. Lot werkte eerst bij de gemeente Helden en daarna bij Pela Maas. Als je iets bij het gemeentehuis nodig had, was een wraak aan Lot voldoende. Hij regelde het wel. Ook voor een bitterbal of nootje na de raadsvergadering was je bij Lot aan het juiste adres. Heel veel mensen kennen mij. Wie is Lot Koopmans? Ja, de huismeester is niet meer de bodem, maar de huismeester van Pela Maas. Wat doet de huismeester allemaal? Zorgen dat het ambtenaren aan het werken kunnen blijven. Al is het met soep of koffie of kopieerwerk of drukwerk. Alles zorgen wij voor. Ja. Dit heb ik al verdiend, want jij ziet ook de mannen die toen de rotstafel naar Beringen bracht, wie wij het gemeente toe moesten. Proost. Proost. Ja. Op een lot. Proost. Proost. Op een pensioen, hè? Ja, pensioen. Ja. Een leuke anekdote was dat ik bijvoorbeeld in mijn raadsvergadering het mij laat genoeg was en heb ik de staantafel aangepakt en buiten neergezet en die twee burger, de raadsleden en de burgemeester die er toenertijd stonden, heb ik buiten gezet, fles wijn op en ik kon naar huis gaan. En 's morgens was de fles wijn leeg. Lot stond dag in dag uit klaar voor de gemeente. Hij sloot zelfs 's avonds de deuren. Een hobby, zo zegt hij. Ja, maar het werk was mijn hobby, dus maakte het niks uit. En ik had bijvoorbeeld ook twee hobby's en het was allebei op dinsdagavond. En dus en dat was zingen en ik was de slechtst bezoekende op een repetitie. Doordat ik een ander hobby had en dat was werken. Hè? Wat zou je het meest gaan missen? Ik denk de collega's. De mensen om me heen. Dus ik zal zeker genoeg hier nog wel vaker naar huis komen voor een kopje koffie te drinken. Het is gedaan. Hij gaat oet en hoofd nimmer aan. Het is gedaan. Hij haalt hem neer. Voor als er woorden de volgende kunt.